mijn eerste twee gasten, ik weet niet of die het nog overwegen, maar die hebben wel een lichte fascinatie voor die ene dag. De mooiste dag uit je leven. Mag ik een applaus voor mijn eerste gasten? En het zijn Annie en Annemarie. Als je was trouwen. Iedereen zingt volmondig mee hier in de Zonneberg. Trouw niet voor je 40 bent. Dames, welkom. Dank u. Leuk dat jullie er zijn. Jullie hebben een kleine fascinatie voor die mooiste dag van het leven. Voor de trouwdag. En het heeft ook een beetje te maken met het feit dat jullie allebei graag tv kijken, volgens mij. Klopt wel, maar niet de hele dag hoor. Nee, niet de hele dag, maar 's avonds. Hè? Ja. Annemarie ja. ook? Ja. Ja. Ja, klopt. En een van de programma's waar jullie allebei graag naar kijken, vond ik heel bijzonder. Want het is niet zo op 1, 2, 3, 4, 5. Dat is? Say Yes to the Rest van TLC. Klopt, hè? Ja, ook, hè? Precies zo. Say precies Yes zo. To the Dress. Misschien even, Annie, uitleggen. Wat is het programma voor mensen die het niet kennen? Dat is de bruidstoestand. Hele grote bruids. Vrij duur ook, want goedkoop kun je niet terecht. En dan kunnen daar bruidjes komen. Het komt er niet te lachen. Fries zit nu aan te lachen. En die komen dan passen. Die hebben de hele familie bij zich. En als je dan die moeders ziet van die vrouwen, dan heb ik vreselijk medelijden. Ik ken heel die mensen niet. Het is misschien gespeeld wat ze moeten doen. Maar zijn het de moeders of de schoonmoeders? Nee, de moeders. De moeders echt. Ach, man, wat een... Nee, dat is niks. Niks deugd. En dan zie je dat gezicht van het bruidje, zie je alleen maar betrekken. Weer iets nieuws, wat moois. Nee. Maar toch is het leuk om naar te kijken. Het is een soort ramptoerisme. Ja. Is het ook? Ja. Annemarie, waarom? Nee, het gaat ook best goed, hè? Ja. Wat is het nog meer dan? Nou, dat is het niet. Waarom is het leuk? Het is net zo in scène gezet als hier, volgens mij. Dit is allemaal echt, hè? Hier is niks in scène gezet, hè? We hebben elkaar nog nooit gesproken. Dit is allemaal Zo te horen wel. Nee. Nou ja, ik heb je net even gezien bij de visagie. Ja, zo. Ja, we hebben al plezier gehad, toch? Ja, daar hebben we gelijk in, ja. Ja. Maar wat is er dan zo leuk aan Say Yes to the Dress? Want het is nou, dus... er loopt een verkoper bij. Hoe heet die? Die probeert de jurken aan te prijzen. Ja, die maakt een programma eigenlijk. En zogenaamd ontwerpt hij die kleding. Oh ja, dat doet hij ook, ja. Ik hoef niet eens vragen te stellen. Het gaat gewoon lekker zijn gangetje hier met de dames. Ja. Hartstikke mooi. Nu gaan we even terug in de tijd. Herinnert u zich deze nog? Want jullie zijn allebei ooit ook een keer getrouwd. Ja. Volgens mij, informatie was dat bij jou, Annie, in het jaar 1953. Ja. We hebben ook nog wat foto's van die dag in 1953. Kijk, God. Moeten we even kijken, want dat is, als ik goed kijk, zijn dat twee aparte stelletjes. Ja. Dan denk ik aan de Marie dat jij links te zien bent. Ja. Klopt dat? Ja. Kan je iets vertellen over de jurk? Want je zag er fantastisch uit. Ja, een hele eenvoudige jurk. En het was in die mode toen, met van die wijde mouwen, waar ze nu ook zo gek op zijn. Dat is weer terug, hè? Ja, dat is weer terug. En jullie zijn nog steeds getrouwd? Ja. Alleen, jullie zijn nu door omstandigheden... Ja, apart. Apart. Ja. Jij zit hier. Ja. Want jouw benen zijn geamputeerd. Ja. En dan was er natuurlijk een keuze voor je man om mee te gaan hier naartoe. Ja, dat was geen optie. Nee. Nee, wilde hij niet? Nee, het is echt nooit zo besproken, maar het was belangrijker voor mij dat ik een plek kreeg. Ja. En hij wilde wel graag thuis blijven wonen. Ja. Maar is er een optie nog om in de toekomst weer... Ik heb geen idee. ...naar huis te gaan? Ja. Nee, voor mij niet. Nee. Niet? Nee. Want je hebt hier de zorg nodig die je moet hebben. Ja. Dat kan je man niet voor elkaar krijgen. Ja. We gaan nu even naar de andere foto kijken. Dat is dus 20 jaar daarvoor. Ja. Oh, dat lijkt op elkaar, mevrouw Langelaar. Ziet u dat? Ja, mevrouw Langelaar, dat lijkt op elkaar. Ja, maar met een bruidsboeket lijkt al heel snel alles op elkaar. Nee, maar de bruidjes zijn toch een heel man, anders. Hoor. De bruidjes zijn heel anders. En een andere man. We gaan even naar 1953. Een stoere vent. Ja. Annie? Ja. Hoe heet die? Tinus Langelaar. Tinus is inmiddels overleden, heb ik begrepen. Drie jaar terug. Wat kun je iets vertellen over je bruidsjurk? Mijn bruidsjurk? Ja, want ik Het was 1953, dus 8 jaar na de oorlog. Toen was het nog niet zo'n
dat je alles maar kon kopen wat je hebben wilde. Dus toen kwam ik op hier in de Oosterbeek, had je hele mooie stoffenzaak. Dan ging ik veel kopen, wel veel, maar als ik, maakte altijd alles zelf. Ja. Dan zag ik, daar hadden ze ook weer mooie, zo'n witte stof. Toen zei ik, laten we dat eens kijken. Dat was de bruidstof ook. Okay. Dan heb ik meteen, ik weet niet hoeveel meter gekocht. Want dat moet je dan meteen doen, want anders is het gauw weg. Toen heb ik hem zelf gemaakt. Dus je hebt je eigen bruidsjurk gemaakt? Ja, knap, ik kon het. Dus. Ja. Maar het ziet er wel fantastisch uit. En een mooi bruidsboeket. Ja, mocht niet te duur zijn. Nee, het mocht allemaal niet te duur zijn. Ja, in 1953 stonden we natuurlijk met z'n allen heel anders voor dan ja, in 1973 alweer. Hè? Ja. En jullie hebben allebei ook officieel zijn jullie in de kerk getrouwd. Ja. En toen hebben jullie ook de gelofte gedaan om elkaar trouw te blijven. Is dat gelukt, dames? In goede en slechte tijden, jawel. In goede en slechte tijden. Ja. Dat is gelukt. Ja. Ja. Wat vinden jullie van die gelofte? Om elkaar, dat je elkaar voor eeuwig trouw bent, dat moet je dan beloven. Ja. Is dat een gelofte waar je vandaag de dag nog... Ja, maar dat is niet te vergelijken met toen. Komen. Wat is het grote verschil met nu? Nou ja, het is moeilijk te vertellen, geloof ik, hoe het is. Ik weet niet. De mens staat heel anders in het leven dan nu. Ja? Betekent dat ze vroeger dan niet scheiden? Niet scheiden? Nou, in mijn tijd heb ik weinig mensen zien scheiden, hoor. Tenminste van mijn eigen leeftijd dan. Ja. Dus dat ik weet eigenlijk... niet, heb ik nooit meer nagedacht. Nee, als het ware mensen meegeven bij de opvoeding van goeie getrouwen en daar blijf je bij. Ja, het is nooit gezegd, maar dat deed je gewoon. Ja. Die vader en moeder waren ook altijd bij elkaar, dus het was zo. Ik heb het idee soms tegenwoordig dat mensen eerder scheiden, omdat ze het om zich heen ook iedereen zien doen. Dan denken ze, weet je wat, en dan gaan ze nadenken, heb ik het nog leuk? Misschien eigenlijk helemaal niet, ik ga het ook maar scheiden. Oh, we hebben het ook wel eens een keer niet leuk gehad, maar dat zet je maar weer overheen. En dan ging je maar weer, dat ging vanzelf allemaal, ook denk ik. Ja. Nou ja, om een beetje, toch een beetje, want we hebben het serieus gehad over de gelofte en alles. Maar we hebben hier ook, en dat is wel grappig, een aantal medewerkers gevraagd. We hebben gezegd van, zouden jullie niet als een soort verrassing, een soort extra act, jullie bruidsjurk nog één keer aan willen doen en dat we een soort bruidsmodeshow krijgen? Hè? En dan vraag ik jullie nu al om eens goed te kijken, dat je zegt van, nou, als het dan nog eens een keer zou moeten gebeuren, als je weer jong zou zijn, welke bruidsjurk zou je dan kiezen? Dus ik zou zeggen, start de muziek en dan gaan we kijken. Ja! Dan mogen jullie draaien. En dan gaan we kijken, maak een applaus voor ons eerste model. Dat is Amanda. Amanda heeft een ivoorkleurige bruidsjurk aan. Met mooie kant bovenstukje. En hier is ze ooit in getrouwd. Echt waar. En ze kan er nog steeds in. Hoe mooi is dat? Dankjewel. En de tweede die erachter komt is Karin. En Karin... die is in het zwart, dus iedereen die denkt, waarom is Karin nou in het zwart met de mooie glitters? Maar het is de tweede trouwjurk van Karin. Ja, dus vandaar dat het zwart is. En wat is dan die eerste? Nou, die eerste komt er nu aan. Kijk eens even, want hier is Annette. En Annette komt met Jos. En Jos heeft zijn beste pak aangedaan, maar is nooit getrouwd. Maar Annette heeft dan weer, om het even leuk te maken, de trouwjurk aan van het eerste huwelijk van Karin. Hoe leuk is dat? Ja, je maakt het mee vandaag allemaal. En dan hebben we er nog eentje en dat is Carmen. En Carmen, die is nog niet getrouwd, maar die ziet er wel fantastisch uit. En Carmen werkt ook hier en die zei, maar ik heb geen trouwjurk, want ik ben nog hartstikke jong. Ik ga nog helemaal niet trouwen, ik heb ook helemaal geen ambities, hè? Toch? Jawel. Jawel. Oh ja, maar ook op korte termijn? Heb je ook al een vriend of zo? Ja, dat wel. Oh, dat wel. Oké. Maar die heeft niet haar trouwjurk aan, maar haar galajurk. Dus die ziet er fantastisch uit. Nou, ik vind dit een mooi setje. Even dames nog, wat als jullie nu zouden trouwen. Annie, welke jurk zou je dan kiezen? Ja, je moet kiezen. Ja. Zit er iets bij wat je leuk vindt? Anders zeg ik vind niks. Bij jou. Ja, Carmen. Carmen. En Annemarie? Die van, De allereerste? Amanda, ja. Ja. Amanda. Al wel, die is echt sexy van Karen. Wie is de? Als ik mooie benen had nog, dan zou ik die nemen. Ja, dat is een kleinigheidje, Annemarie. Ja, die zit er niet meer in. Ja, heel klein. Nee, zit er niet meer in. Nee. Mag ik nog een groot applaus voor deze bruidsmodeshow? Verricht door de medewerkers van de Zonneberg. Amanda, Karin, Annette, Jos en Carmen.
En als u dan toch klapt, klapt u meteen voor mijn eerste twee gasten. Leuk dat jullie er waren. Annie en Annemarie. Ja.